Marley Bergfans, hoe komt een oud-prof uit Bodegraven terecht in Veenendaal bij Dovo? Met wat vele omwegen, het stoppen met het fulltime voetballen. Kwam ik in contact natuurlijk via Ricky Kruis met Gert. En Gert ging hier wat beginnen en die wilde mij heel graag meenemen. Dus zo is eigenlijk dat balletje gaan rollen. Hoe bevalt het hier? Ja, het is een ontzettend warme. Een hele mooie club met een mooie geschiedenis. Nou ja, je ziet het aan het sportpark. Het is gewoon fantastisch geregeld allemaal. En we hebben een ontzettend leuke groep jongens. Dus dat scheelt enorm. Ja. Niet zo vervelend dat je elke keer ver moet rijden? Je raakt eraan gewend. Ik rij samen met Kesley. Ook uit Bodegraven natuurlijk. Dus dat is makkelijk om te carpoolen. Nu nemen jullie het vandaag op tegen Noordwijk zonder jou, want jij zit een schorsing uit. Je trainer zei erover, het was een domme rode kaart. Eens? Ja, uiteindelijk wel. Super dom. Ik heb het zaterdagavond ook lang gehoord. Op mijn verjaardag, Roy die kwam ook nog even langskeeper van Noordwijk. Een goede vriend van me. Dus die was er wel de hele tijd over bezig dat ik bang was om tegen hem te spelen. Het is wel even zuur. Ja, het was wel een van de mooiere wedstrijden die ik echt mee wilde maken. Ook in onze vriendengroep leefde het ook enorm. Dus daar ben ik wel echt zuur en ziek van geweest. Het was een hele domme rode kaart. Ik had die jongen niet gezien. En hij snijdt voor me langs en hij gaat liggen. Ja, en 1-1 is 2 en die trekt hem. Dus ja, oliedom. Dan moet Dovo het dus zonder jou doen. Wat verwacht je van de koploper? Wat ik heb gezien en hoor. Ik ken wel redelijk wat jongens natuurlijk van 2 jaar geleden. Toen wij hier promoveerden met Dovo en in de play-offs tegen Noordwijk hebben gespeeld. Het is een hele dynamische ploeg. Er lopen een aantal goede voetballers bij. Thomas ben ik wel altijd gecharmeerd van geweest. Thomas Reinaars. Vroeger nog wel meegespeeld of tegengespeeld in de jeugd. Het zijn goede voetballers. En natuurlijk nu Martijn speelt. Dus dat is voor hun denk ik een hele grote verbetering. Dus ik snapte eigenlijk niet waarom hij niet speelt. Omdat ik hem toen, 2 jaar geleden, echt een van de betere jongens vond in hun elftal. Ik hoop dat Roy eventjes een 1 of 2 slippertjes heeft. Maar dan kan ik hem ook nog even terugpakken vanavond.